Ja, ik ben Wies van Leeuwen en ik ben sinds 1 september 1979 werkzaam geweest bij het MIP en dat heeft geduurd tot 1988. En ik begon als gewone inventarisator en later ben ik er projectleider van geworden en na 1988 zijn we nog doorgegaan met de monumentenselectie. En vervolgens ben ik op dit moment monumentenambtenaar bij de provincie Noord-Brabant. Dus ik heb nogal wat gedaan bij dat MIP. Ja. We hebben natuurlijk heel veel locaties bezocht bij het MIP. Wij begonnen in der tijd in Oorschot in het gebied de Notel. Dat was toen een nog redelijk onbedorven landelijk gebied. Later is het helemaal van karakter veranderd. Maar ik heb deze plek gekozen omdat die eigenlijk nog min of meer is zoals wij hem toen aantroffen. En dat was een gebouw, dat is het nog steeds, van de architect Hendrik Willem Valk. En die bouwde zijn woonhuis aan de rand van het Bossenbroek. Dus dat is een prachtige combinatie van het open natuurgebied en dan toch een prachtig landhuis. En dat ziet er een beetje middeleeuws uit, want ik denk dat heel veel voorbijgangers die denken van nou, dat is een kasteeltje uit de middeleeuwen. Nou, dat bedoelde Valk ook. En dat maakt het zo spannend, omdat Valk begon met heel zakelijk en modern te bouwen. En daarna is hij helemaal teruggegaan naar de stijl van de middeleeuwen. Want hij vond dat op het platteland en in de middeleeuwen, dat was een tijdperk van kracht. Dus dat huis dat werd vroeger eigenlijk nooit zo gezien als een waardevol gebouw. Men vond het kitscherig. En bij dat MIP-MSP ontdekten wij dat dat wel degelijk een stukje architectuurgeschiedenis was van Noord-Brabant. En Valk heeft dat huis ook gebouwd aan deze weg. Die is nu redelijk rustig, maar vroeger was dat de drukke hoofdweg van het zuiden naar het noorden. Die kwam langs Den Bosch, dus het was tegelijk zijn visitekaartje. Want dat was de excursie toen wij begonnen met de selectie van Rijksmonumenten. En toen begonnen we in Dongen bij de Ruïnekerk en daar gingen we kijken, ook een waardevol monument. Daarna gingen we de leerlooierijen bekijken, althans dat dachten wij. En toen wou de bus niet starten. Dus toen moest het volledige management, inclusief de directie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, wel even de bus aanduwen. En dat heeft nog geleid tot cartoons in het personeelsblaadje van de Rijksdienst van MIP Noord-Brabant. Doen we er nog wat mee? Dus dat was wel een mooie... En we hebben uiteindelijk die looierijtjes toch nog gezien. Dus het is goed gekomen. Die directie had een goede hand van aanduwen. En het grote voordeel van dat project was dat je ontzettend veel aan je kennis kon doen. Dus eigenlijk heb ik bijna met alle medewerkers, hebben we eigenlijk alle gemeenten van Brabant, dat waren er toen nog 131, die hebben alle 131 bezocht. En dan leer je natuurlijk ongelooflijk veel. Bovendien hadden wij goede contacten, ook met bouw- en architectuurhistorici. Dus je kwam in andere provincies, keek wat daar voor waardevolle gebouwen stonden. En we hadden bijvoorbeeld goed contact met bouwhistorie Den Bosch. Dat was Ad van Drunen. En dan kreeg je af en toe een telefoontje van jongens, ik heb nog een interessant pand gevonden. Komen jullie eens kijken? En dan kreeg je gewoon nog iets interessants te zien wat voortbouwde aan je kennis. Dus je leert er heel veel van. En ik merk gewoon als monumentenambtenaar en bij het schrijven van boeken dat dat soms erg handig is. Want dan weet je van, oh dat is dat pand, dat moet die architect zijn. Dus je hebt een heel goed idee van de bouwgeschiedenis. En het is niet per se nodig als je monumentenzorger bent om al die gebouwen nou uit en te na te kennen. Maar het helpt natuurlijk wel. We gebruikten niet de goede termen. Dus vaak had iedere onderzoeker zijn eigen bouwkundige interpretatie van de termen. En dan kon je later, toen al dat materiaal gedigitaliseerd werd, en dat is intussen gelukkig gebeurd, dan kreeg je dus allerlei verschillende terminologieën door elkaar. En pas later is er een soort woordenboek, zeg maar een soort thesaurus gekomen van alle termen. Om een mooi voorbeeldje te noemen, buiten beeld zie je dan een pompstation, een benzinepomp. En de een noemde dat een benzinepomp, de volgende had het over een pompstation. Maar ja, pompstation kan ook een pompstation van de waterleiding zijn. En dan kreeg je de verwarring. We kunnen er niet op rekenen dat de overheid, het Rijk, dat die alles waar wij belang aan hechten ook gaat beschermen. We moeten dat soms zelf voor de poorten van de hel wegslepen. En dat betekent in heel veel gevallen dat je voor die gebouwen een nieuwe bestemming moet zoeken. En dat je moet zoeken naar financiering. En dan merk je dat de overheid zich terugtrekt. Je merkt ook dat de kerk zich terugtrekt. Want heel veel kerkgebouwen zullen leegkomen.
En als wij dan graag iets van die erfenis willen bewaren, dan hebben we nog wel wat te doen. En dat zal veel meer dan in het verleden van onszelf moeten komen. Dan kunnen we niet naar boven kijken naar een overheid daarboven ons en dat die overheid het wel zal oplossen.